Account aanmaken voor nieuwe vergunningsaanvragen. Om de webapp Mijn Parkeeractie te gebruiken, moet u een vergunning voor bewonerskorting voor bezoek hebben. Hiervoor heeft u een DigiD en e-mailadres nodig. Heeft u al een vergunning? Dan hoeft u alleen uw e-mailadres door te geven en geen vergunning aan te vragen. Ga dan naar het instructiefilmpje om uw account te activeren voor bestaande vergunninghouders. Heeft u nog geen vergunning? Blijf dan kijken. Ga naar www.utrecht.nl/mijnparkeren en klik op bewonerskorting voor bezoek. Klik op de knop Vraag bewonerskorting voor bezoek aan en log in met DigiD. Klik op Nieuw parkeerproduct aanvragen. Kies nu het juiste kortingsproduct. Weet u niet in welk parkeergebied u zit? Ga naar www.utrecht.nl/parkeerplattegrond. Voor B1 Parkeergebied kies Bewonerskorting voor bezoek B1. Voor overige parkeergebieden selecteert u Bewonerskorting voor bezoek. Klik op Volgende. Controleer of het juiste kortingsproduct is geselecteerd en klik op Volgende. Controleer het e-mailadres en klik op Volgende. Controleer of de gegevens kloppen en bevestig door op Ja, mijn gegevens zijn correct te klikken. Klik op Volgende. Er wordt nu gecontroleerd of u in aanmerking komt voor deze vergunning. Vraagt u een vergunning aan voor mantel, kraam of thuiszorg? Dan dient u een verklaring te uploaden ter beoordeling of u in aanmerking komt voor de vergunning. Ga naar Mijn parkeren door naar de webpagina. Parkeervergunningen.utrecht.nl te gaan. Hier ontvangt u binnen enkele minuten een bericht waarin staat of uw aanvraag voor de vergunning is toegewezen of afgewezen. Voor mantel, kraam of thuiszorg kan dit langer duren, omdat een medewerker de bewijsstukken moet beoordelen. U ontvangt uiterlijk binnen acht weken reactie. In Mijn parkeren kunt u ook de status van uw aanvraag inzien. Heeft u onvoldoende bewijsstukken geüpload? Dan krijgt u een bericht in Mijn Parkeren waarin wij u vragen om een verklaring op te laden. Let erop dat u dat binnen de aangegeven tijd doet, binnen acht weken, anders wordt uw aanvraag automatisch afgewezen. Als we uw verzoek geaccepteerd hebben, ontvangt u een e-mail met een toewijzingsbrief. Deze e-mail is ook te vinden in Mijn Parkeren. Ga vervolgens op uw telefoon, tablet of computer naar Mijn Parkeeractie. Klik op Activeer account. Vul uw e-mailadres in en klik op de knop Verzenden. U ontvangt een e-mail met een activeringslink. Klik op de link. Vul uw gewenste wachtwoord in. Vul hetzelfde wachtwoord in bij Wachtwoord bevestigen. Klik op de knop Bewaren. Uw account is geactiveerd. U kunt nu inloggen. Account activeren voor bestaande vergunninghouders. Gebruikt u voor 29 augustus 2023 al parkeerkorting voor bezoek, mantel, thuis en of kraamzorg? Geef dan eerst uw e-mailadres door. Ga hiervoor naar utrecht.nl slash mijnparkeren en klik op e-mailadres doorgeven. Log in met uw DigiD. Klik rechtsboven op uw naam. U gaat naar een nieuwe pagina. Vul uw e-mailadres in en klik op Opslaan. Uw e-mailadres is toegevoegd. Ga daarna op uw telefoon, tablet of computer naar Mijn Parkeeractie. Klik op Activeer Account. Vul uw e-mailadres in en klik op de knop Verzenden. U ontvangt een e-mail met een activeringslink. Klik op de link. Vul uw gewenste wachtwoord in. Vul hetzelfde wachtwoord in bij Wachtwoord bevestigen. Klik op de knop Bewaren. Uw account is nu geactiveerd. U kunt nu de webapp gaan gebruiken. Snelkoppeling bij Android. U kunt een snelkoppeling naar Mijn parkeeractie aanmaken op uw telefoon. Hierdoor werkt het als een app op uw smartphone en heeft u snel toegang tot de online omgeving. Ga op uw telefoon of tablet naar Mijn Parkeeractie in Google Chrome. Klik bovenin op het menu. Dit is de knop met de drie puntjes. Er komt nu een nieuw scherm. Kies in het menu Toevoegen aan Startscherm. Geef de snelkoppeling een andere naam als u wilt. Klik op Toevoegen. Er staat nu een snelkoppeling op uw beginscherm van Google Chrome. U kunt daarop klikken wanneer u Mijn parkeeractie wilt openen. Snelkoppeling bij iOS. U kunt een snelkoppeling naar Mijn parkeeractie aanmaken op uw telefoon. Hierdoor werkt het als een app op uw smartphone en heeft u snel toegang tot de online omgeving. Ga op uw telefoon of tablet naar mijn parkeeractie. Klik op het deelicoon. Kies zet op beginscherm. Geef de snelkoppeling een andere naam als u wilt. Klik op voeg toe. Er staat nu een snelkoppeling op uw beginscherm van Safari. U kunt daarop klikken wanneer u mijn parkeeractie wilt openen. Snelkoppeling bij Windows. U kunt een snelkoppeling naar Mijn Parkeeractie aanmaken op uw computer. Hierdoor werkt het als een app op uw desktop en heeft u snel toegang tot de online omgeving. Ga naar uw bureaublad en klik er met de rechter muisknop op. Er verschijnt nu een menu. Selecteer in dit menu Nieuw Snelkoppeling. Vul onder Geef de locatie van het item op https://parkeerapp.utrecht.nl/slash in. Klik op Volgende en geef de snelkoppeling een naam. Bijvoorbeeld Mijn Parkeeracties. Klik vervolgens op Voltooien. Er staat nu een snelkoppeling op uw bureaublad. U kunt daarop klikken wanneer u Mijn Parkeeractie wilt openen. Snelkoppeling op een Mac-computer. U kunt een snelkoppeling naar Mijn parkeeractie aanmaken op uw computer. Hierdoor werkt het als een app op uw desktop en heeft u snel toegang tot de online omgeving. Ga naar Mijn parkeeractie. Klik in de adresbalk op het icoontje dat voor de URL staat en sleep het naar het bureaublad. Er staat nu een snelkoppeling op uw bureaublad. U kunt de naam wijzigen door met de rechtermuisknop op de snelkoppeling te klikken en op Wijzig naam te klikken. Klik op de snelkoppeling om Mijn parkeeractie te openen. Saldo opwaarderen. Om gebruik te maken van uw parkeerkorting voor bezoek heeft u Saldo nodig. Dit kunt u in Mijn parkeeractie opwaarderen. Ga naar het menu en klik dan op Saldo. Hier ziet u uw huidige saldo. Klik op de knop Opwaarderen om uw saldo op te waarderen. Selecteer het gewenste bedrag en klik vervolgens op Betalen. U wordt nu doorverwezen naar de ideal-betaalpagina. Kies uw bank en voltooi uw betaling. Uw geldsaldo is nu aangevuld. Parkeersessie plannen. Wanneer uw bezoek arriveert, moet u de parkeerkorting aanzetten. Het is ook mogelijk om een parkeersessie vooruit te plannen. Ga naar menu en klik op aanmelden. Controleer de datum en starttijd. Deze staan automatisch op het tijdstip en de dag van vandaag. Wilt u uw bezoek aanmelden voor een andere dag of tijdstip? Pas dit dan aan bij start. Vul eventueel bij eind de eindtijd in. Deze staat automatisch ingesteld op het tijdstip waarop het betaald parkeren stopt in uw wijk. Als u een eindtijd invult, dan stopt de parkeeractie op het aangegeven tijdstip. Vul bij kenteken het kenteken in van uw bezoek. Klik op de knop Meld aan. Het kenteken van uw bezoek is nu aangemeld. Parkeersessie stoppen. Wanneer uw bezoek vertrekt, kunt u de parkeersessie eerder stoppen. Klik op Aanmeldingen in het menu. Zoek in het overzicht het kenteken op van uw bezoek. Klik vervolgens op het kruis achter het kenteken en vervolgens op Bevestigen. Uw bezoek is nu afgemeld. Blijft uw bezoek tot het eindtijdstip? Dan hoeft u uw bezoek niet af te melden. Dit gebeurt dan automatisch. U kunt de kosten voor de parkeersessie terugzien in het menu en dan klikken op Historie. Historie bekijken. U kunt uw parkeeracties en transacties altijd terugvinden. Ga hiervoor naar Menu en klik op Historie. U ziet nu een overzicht van alle uitgevoerde parkeeracties en transacties. Start- en eind kunt u gebruiken om tussen een bepaalde periode te zoeken. Hiervoor klikt u op het kalendericoon. Als u op een kenteken wilt zoeken, gebruikt u de zoekbalk. Uw favoriete kentekens. U kunt kentekens die u vaker gebruikt opslaan als favoriet. Zo kunt u deze makkelijk selecteren als u uw parkeerkorting voor bezoek aanzet. Ga eerst naar het menu en klik dan op kentekens. Klik hierna op Kenteken toevoegen. Vul vervolgens het kenteken in en geef deze een herkenbare naam. Klik hierna op Bevestigen. Wilt u een favoriet kenteken verwijderen? Klik dan op het rode kruisje en dan op Bevestigen. Persoonmachtige. U kunt ervoor kiezen om vertrouwde regelmatige bezoekers zelf hun kenteken te laten aanmelden. Dit doet u door iemand te machtigen om mijn parkeeractie te gebruiken en zelf het kenteken aan te melden. U kunt niet iemand machtigen om het parkeersaldo op te waarderen. Ga naar Machtigingen en klik op de knop Nieuwe Machtiging. Vul het e-mailadres in van de persoon die u wilt machtigen. Kies hierna de juiste kortingsregeling. Of meerdere kortingsregelingen. Geef de persoon vervolgens een herkenbare omschrijving zoals de naam. Kies Bezoeker. Controleer de gegevens en klik op Machtiging toevoegen. U heeft nu iemand gemachtigd. De gemachtigde krijgt een e-mail op het opgegeven e-mailadres om een account aan te maken op mijn parkeeractie. Als de gemachtigde al een account heeft in mijn parkeeractie, Ontvangt de gemachtigde een e-mail met de melding dat de parkeervergunning is toegevoegd aan het bestaande account? Wilt u een machtiging terugtrekken? Klik dan op het rode kruisje en op Bevestigen. Voor meer informatie, kijk op utrecht.nl/slash mijnparkeren, bel 14030 of volg de Gemeente Utrecht via social media. Deze video is gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht.